Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe video. Het is een beetje een andere video dan je van mij gewend bent, want ik ga jullie namelijk een keer helpen. Ik zie heel veel YouTubers in Nederland die video's maken of video's willen gaan maken, alleen nog niet heel goed zijn. Voor hun is deze video, veel van jullie weten dat ik meespeel bij Max en Billy in de Drill Machine Board Girl. Deze serie kan je online volgen, linkje in de beschrijving. En in de film doe ik dus ook nog een keer mee. En die film hebben ze geschoten terwijl ze een serie aan het maken waren. En in die serie zie je hoe Max en Billy een film maken. En ze leggen helemaal uit hoe die film gemaakt is. Dus toen dacht ik bij mezelf, oké, waarom ook niet? Ik ga jullie ook een paar dingen vertellen over het maken van video's. Voor de mensen die een kanaal willen beginnen en hoe dat precies in elkaar zou moeten zitten. Het begint namelijk altijd bij de video's die je wil gaan maken. Denk goed na over wat je wil gaan maken en zorg ervoor dat het dicht ligt bij wat jij leuk vindt. YouTube draait namelijk om jou als persoon. Je moet jezelf naar voren laten komen. Het belangrijkste is om te kiezen wat je wil gaan maken. Er zit een heel groot verschil tussen drama, comedy, entertainment, lifestyle, vlogging. Het is zo'n wereld van verschil. Het meest makkelijke om mee te beginnen is vloggen. Dat is gewoon heel simpel. Je pakt de camera op en dit is vloggen dus. Hey mensen, ik zet hier nu in mijn kamer. Hoe gaat het verder met jullie? Dat is vloggen. Alleen let er wel op, als je gaat vloggen kan het heel moeilijk zijn op sommige momenten. Het maakt niet heel veel mensen uit wat Klaas-Jan uit Waddinxveen vandaag heeft gedaan. Dus als je een vlog wil maken, zorg ervoor dat je iets hebt waardoor jij uniek bent. Waardoor jij er bovenuit springt. Leuk voorbeeld, bij Banjo Movies wil ik altijd graag voor zorgen dat er iets is in de video wat zo bizar, raar en fucked up is dat het bij je blijft hangen. Zoals in de laatste Wat de Neuk was dat eigenlijk wel de tortilla man. Dat vond ik wel echt iets bizars wat bij heel veel mensen is blijven hangen. De magische avonturen van tortilla man. Hallo. Tortilla man, waar ben je? Ze willen Zwarte Piet verbannen. We hebben je nodig. Maar natuurlijk help ik jullie. Alleen eerst. Goede tijden, slechte tijden afkijken. Haha, Ludo toch. Oh, Ludo. Dan kom je aan bij het volgende, namelijk het maken van drama. Drama is extreem moeilijk. Op de achtergrond zie je een poster hangen van Breaking Bad. Als je die serie nog niet hebt gezien, dan moet je eigenlijk twijfelen of je wel drama wil maken. Want Breaking Bad laat zien hoe knap, moeilijk en mooi drama kan zijn. Voor drama heb je allereerst goede acteurs nodig. Je moet nadenken over de shots die je maakt. Drama is extreem moeilijk. Als je nog nooit video's hebt gemaakt, kan je beginnen met drama. Maar dan heb je ook voor jezelf direct de allergrootst mogelijke uitdaging ooit. Waar ik zelf mee ben begonnen op YouTube was lifestyle. Lekker weglullen met een paar vrienden voor de camera en daarmee beginnen met het monteren. Want laten we eerlijk wezen, een beetje weglullen met een paar vrienden kan iedereen wel. En het is altijd leuk omdat je lol hebt met je vrienden. Plus, je praat altijd over wat je leuk vindt. En natuurlijk, nu vragen heel veel mensen zich af met Bardo, hoe ben jij dan in godsnaam begonnen? Nou jongens, kijk ook maar eens mee. Het is niet een lifestyle stukje, meer humor, maar toch. Hey, ik ben Stefano van Banjo Movies en ik ga jullie uitleggen hoe je binnen 5 tips iemands dag compleet kan verneuken. Tip 1. Wat mensen bijvoorbeeld weer irritant vindt, is als je voor de tv gaat staan en melk gaat drinken. Hey Bardo! Rotto! Ga geen melk drinken voor de tv. Ook kun je paaseitjes gooien als ze tv aan het kijken zijn. Sta ik voor de tv, jongen? Ja, wat goed van. Wat toch? Tip 2. Waarschijnlijk wil het slachtoffer nu geen tv meer kijken, maar een film. En dat kun je ook heel goed verpesten. Kom maar. Nee, dat moet je niet doen, man. Die gaan met zo'n lift ergens naartoe en dan gaan ze met die lift op en geven weer terug, jongen. Pinocchio. Nee, die gaat zijn vader rennen. Harry Potter, man. Nee, die gaat zijn vijand toch vermoorden. Deel ik gewoon niet. Man. Nee, die gaat ook zijn vijand vermoorden. Dat is gewoon allemaal hetzelfde. Fuck! Fuck jou! Dat is een stukje geweest van een van de eerdere Banjo Movies. En je ziet het, hoe slecht wij waren ongeveer 4-5 jaar geleden. Alleen door na te denken over wat je wil maken, kan je ook echt iets leuks, iets goeds maken waar mensen naar willen kijken. En dat is echt belangrijk. Je moet iets hebben waar mensen naar zouden willen kijken. Of dat nou smoesjes, don'ts of wat dan ook zijn, denk na over iets sterks, iets wat bij jou ligt. Een goed voorbeeld ervan zijn natuurlijk de smoesjes. Toen ik in 2009 met de verse 50 begon, was ik altijd overal te laat en dat ben ik nu niet. Oké, ik ben dat nu nog steeds. Ik ben dat altijd.
Maar dat maakt niet uit, je snapt hoe dicht het bij mij ligt. Zoek iets wat dicht bij jou ligt en vergroot dat voor de camera. Maak daar een show omheen. Verzin iets beters. Desnoods als je op paardrijden zit, dat kan er best wel vet uitzien. Als je paardrijden zou filmen met een lekker muziekje eronder en een GoPro-camera op je helm. Er zijn serieus ook al duizenden video's te vinden over ballet die goed zijn. Sterker nog, ik denk dat er nog wel duizenden video's gemaakt kunnen worden over voetbal die vet zijn. Het gaat er echt om dat jij iets kiest wat dicht bij jezelf ligt, waarmee jij iets zou kunnen wat niemand anders heeft gedaan. En als je zoiets kan verzinnen, dan denk ik dat je nog heel veel plezier met de camera gaat hebben. Want dan is je inspiratie ook niet naar één video op. Dat zie je ook altijd bij heel veel YouTubers. En dit zijn natuurlijk slechts een paar tips. Er zijn nog honderden, duizenden, miljoenen andere tips te vinden bij bijvoorbeeld MovieZone. Linkjes staan nog altijd in de beschrijving. Ik kom voor in de serie en ik speel mee in de film. Zeker weten checken. Helemaal als je van films houdt of toch wil gaan voor een Breaking Bad. Brad? Dude, what the fuck? Voor een Breaking Bad dramaserie. Want serieus, als jij een Breaking Bad dramaserie kan maken, dat is gewoon geweldig. I'm the one who knocks. Legendarisch. Dus check sowieso de link in de beschrijving naar MovieZone. De serie is heel cool en... Ik doe mee. En natuurlijk heeft MovieZone ook een YouTube-kanaal. Er staat een blauwe annotatie onderaan in beeld. Klik erop, ga naar het YouTube-kanaal van MovieZone. Ik kan je ook gewoon abonneren en dan blijf je ook up-to-date met alles. Dus gasten, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je dit leuk vond. Laat me weten of je dit vaker zou willen, want dan ga ik dit vaker maken voor jullie. Heel erg bedankt voor het kijken en ik check jullie... Water!